Yo, Gianlan hier en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van F1 2020 My Team Career Mode voor ronde nummer 9 hier in Singapore. Heb je aflevering 8 in Italië gemist, dan zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze gaat zien. Dat kan rechtsboven het i'tje, klik erop en zie je de aflevering verschijnen. En ben je hier nu op mijn kanaal om meer wekelijkse afleveringen van F1 2020 My Team Career Mode te zien? Druk dan op de abonneerknop en schakel ook een lekker belletje op aan, zodat jullie geen enkele video meer van missen. We gaan nu lekker doen met de kwalificatie voor de grote prijs van Singapore. Wel even een tip, we starten wel achteraan, want ik ga componenten vervangen. Daar gaan we dan voor de kwalificatie in Singapore. Nou, hier zijn we dan voor Q1 dus. Ik laat hier een paar mensen voorbij om een clean run te hebben. Dat ik geen last heb van snellere jongens die hun tijd hebben neergezet en dan langzaam gaan rijden. Daarom is het nu ook geel in sector 3. Nu is het weer groen en wij gaan hier onze ronde neerzetten in Singapore. Hopelijk kunnen we door naar Q2, maar ik ben er bang voor, want Singapore ligt ons niet goed genoeg. Italië was gewoon veel beter, want wij moeten het hebben van de rechte stukken. De bochten zijn wij gewoon niet snel in. Komen we aan bij de laatste bochten in Q1 voor onze eerste run. En wij zetten neer een 1.39.0, op dit moment een P7. En ik denk, weet je wat? Ik vind het goed zo. Nou, dat is dus niet goed gegaan, want we starten vanaf P18 in de wedstrijd. En deze baan is nauw om in te halen, dus het wordt een hele moeilijke wedstrijd. Achteraf had ik toch gewoon een ronde eraan moeten plakken, maar ik heb dat niet gedaan. Een beetje dom van mij. So, unfortunately, we've picked up some grid penalties and we'll be starting further back than you expect. As for how bad it is, that'll depend on what the other drivers get. Ja, we hebben dus gridstraf, want ik heb componenten laten vervangen in Singapore. Dan gaan we gewoon beginnen voor de wedstrijd. Ja, we gaan er het beste van maken voor Career aflevering 9. Against the spectacular backdrop of the Singapore skyline, Formula One returns once again to do battle in what tends to become something of an endurance race, with the notorious sauna-like temperatures in the cockpit making for an extremely physically challenging Grand Prix. We're here at the Marina Bay Street Circuit today, located in the heart of Singapore. The circuit consists of 23 corners, 13 to the left and 10 to the right. It's a track that's incredibly technical, so don't expect to see the drivers taking too much at full throttle. Anthony Davidson is alongside me as usual for the race today. Why don't we discuss Red Bull? What do you make of their performance so far this season? Well, the atmosphere within that team seems very positive at the moment. Everyone seems like they're in great spirits and having a lot of fun doing what they do, and that's definitely contributed to the performances we've seen. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. Good job yesterday from Valtteri Bottas. The Finn starts from pole position, and it's Lewis Hamilton alongside. Considering the rest of the grid, we have Verstappen, Leclerc, Sergio Perez, and Albon, Vettel, Sainz, Ricciardo, and Pierre Gasly, Norris, Stroll, Esteban Ocon, and Kvyat, Magnussen, Giovinazzi, Romain Grosjean, and George Russell, Delatraz, Latifi, Raikkonen. They've taken a grid penalty, and the rookie. Now, it's almost time for lights out, so let's go down. Points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Nou, het doel is dus een nieuwe top 10 finish, maar ik ben er bang voor dat dat niet gaat gebeuren, want we hebben een grid penalty vanwege componentenwisseling. Medium. Hard is denk ik de strategie. Gaan we ook doen. We nemen wat extra fuel mee om hard te kunnen pushen. En dan gaan we gewoon beginnen voor Career aflevering 9. Vanaf de laatste plek beginnen we dus aan de grote prijs van Singapore. De ene laatste ronde van seizoen 1 is onderweg. En we komen al redelijk goed weg. Latifi wat minder goed weg. Maar we kunnen hier nergens naartoe omdat we zijn opgesloten.
Kijken we nu wel aan de buitenkant van Nicola Latifi. Ook aan de buitenkant kijken van Kimi Räikkönen, maar die geeft er ons weinig ruimte. En daardoor kan Latifi terugkomen. We remmen net wat later dan de Canadees en P21 is veroverd. Mooi. Dan is het op naar Kimi Räikkönen in zijn Alfa Romeo. Die heeft aan de stok met Louis de Letras en wij kijken hier naar de buitenkant. De Letras blokkeert daar ons, dus wij kunnen nergens naartoe. Kimi kan weer terug aanvallen bij ons. Maar dan hebben wij hier die binnenkant en dan duwen wij hem daar wijd. En P20 is van ons. Daar is dan ook de Letras gezien. Vraagteken, overtekenknop ingeschakeld. Maar de Letras remt laat. Maar wij duwen hem daar wijd. En P19 is dus nu van ons. Mooi. Ziet hij wel een klein beetje door, want de banden zijn nog koud. En de Letras heeft al gelijk een aanval afgeslagen van Kimi Räikkönen. Ronde nummer 5 inmiddels en we zitten nog steeds achter Romain Grosjean. Die verdedigt hier die binnenkant, wij kijken naar de buitenkant. Mooi gedaan, goed gedaan, wou ik eigenlijk zeggen, maar toen bedacht ik me, zei ik mooi gedaan. Maar wel een voorvleugel schade. Dus we moeten denk ik met onze laatste pitstop naar binnen voor een nieuwe neus. Maar dat duurt nog even een tijdje. Want we zitten pas in ronde nummer 6 van 31. P18. Goed. Ik had liever gehoopt dat we naar P15 zouden zijn. Maar er rijdt een groepje voor ons. En die gaan elkaar afremmen. En wij kunnen dan naar hun toe rijden. Wat ook de bedoeling is, want wij willen hopelijk punten gaan scoren, maar ik ben er bang voor. Ronde nummer 9 en een aantal jongens duiken naar binnen. Onder andere Bottas duikt naar binnen. Hamilton duikt naar binnen. En wij komen op P10 terecht. Louis in the pits. Louis in the pits. De Letras dus ook naar binnen. Dat bevestig ik nu. Sorry. Dat krijg ik bevestigd. Van Jeff. Rood in sector 1. En we zien George Russell voor ons rijden. 8 ons rijdt Lewis Hamilton en wij blokkeren een klein beetje. En we gaan ook naar binnen. Hamilton zit daar met een aanval. Maar wij verdedigen die binnenkant. Sorry, die buitenkant verdedigen wij. En we gaan naar de harde compound. Er zijn niet meer jongens naar binnen gedoken. En wij gaan dus nu de pitlane in. Hamilton komt er met een aanval. En wij wachten toch nog een rondje extra. Gewoon om Hamilton even dwars te zitten. Vind ik wel leuk. Vind ik zeker leuk. En P10 nog steeds op dit moment. Een puntenfinish. Hamilton kijkt daar naar die buitenkant. Maar wij verdedigen sterk. Rood in sector 1. 17e verliezen wij. Maar dat is niet zo erg. Kijken bij de brug dan, want Hamilton zit daar wel met een aanval, kruist daar naar die binnenkant en is ons voorbij gestoken. Dan zit nu Bottas achter ons en wij duiken dus nu wel naar binnen voor het echie dit keer. Het is geen prank, het is nu wel naar binnen en we gaan ook voor een nieuwe voorvleugel, want hij is beschadigd geraakt op de een of andere manier. Ik denk dat ik een muur heb geraakt. Bottas zit te kijken voor P11 in de wedstrijd. Hij moet het slim aanpakken, want wij gaan naar binnen en wij rijden dus zometeen naar links. Dus hij moet zometeen naar rechts om ons te passeren. Wat doet Bottas? Wat doet Valtteri Bottas?
Bottas stuurt naar links toe om ons in te halen, maar wij duiken de pitlane in. En dus hebben wij een voorvleugel beschadigd. We gaan trouwens naar de harde compound, maar een rare actie van Valtteri Bottas. Deze pitstop gaat wat langer duren dan normaal. Wij komen ook achter Lewis Hamilton terecht. Aan groen. Ah nee, nu is het weer rood. Jammer. Maar we komen terug op P20 met een nieuwe voorvleugel en harde banden. Maak dat er maar van P21, want de Deletras komt net achter Lewis Hamilton de baan op. En Hamilton heeft gewoon een betere exit en is naar P19 gegaan. De Deletras dus naar P20. DRS geopend. Overtakeknop ingeschakeld. En we moeten nu naar Louis toe rijden. Daar zitten we dan bij de Deletras in ronde nummer 13. Wanneer kunnen wij een echte aanval wagen? DRS hier wel geopend op de Zweedse coureur. Zwitserse coureur, sorry. Ah, de Deletras verdedigt slim. Liet daar net genoeg ruimte zodat we even konden kijken. Maar we moesten op ons gas. Sorry, op onze rem. Jezus, wat heb ik vandaag met mijn spraak? Ik weet niet wat er aan de hand is. Soms heb je van dit soort dagen, hè. Het is ook december, hè. 12:12 is het op dit moment. Bijna kerst, denk ik. Terug naar de wedstrijd. De Deletras dus op de harde band. Latifi naar binnen gedoken. Sorry. De Deletras op de medium band. Latifi nu naar de harde band. En we hebben extra brandstof tot onze beschikking. Zet de fuel mix to mode 3. Daar is de Deletras dan wel gezien aan die binnenkant. We zijn er nu voorbij en P18 is dus van ons, maar je koopt er helemaal geen brood voor. Er zijn nog 15 ronden te gaan in de wedstrijd. Dus dat schiet al lekker op. Ik weet niet wie de wedstrijd leidt. Ik weet wel dat George Russell voor ons rijdt. Het gat is 7,5 seconden. Dankjewel Jeff, dat zei ik net, maar een herhaling kan geen kwaad. Ronde nummer 17. En dat gat naar Russell is 6,3 seconden. Lewis Hamilton duikt weer naar binnen. Voor een setje softbanden. Interessant wat hij gaat doen. Sorry. Voor een setje mediums. Hij gaat dus naar de medium banden. Max Verstappen heeft trouwens de laatste pole position van 2020 behaald in Abu Dhabi. Hij was Bottas en Hamilton net te snel af. Goed gedaan van Max. Ik ben benieuwd wat hij in de race kan. En wij moeten ons gewoon focussen hier in Singapore. Op onze eigen wedstrijd. P17 op dit moment. Geen punten. Maar ik had het ook niet verwacht. P15 inmiddels. Want er zijn een aantal jongens naar binnen gedoken. Onder andere Louis Deletras duikt naar binnen voor zijn laatste pitstop van de dag. Ik weet niet naar welke band hij gaat. Van de motoronderdelen zijn er een paar licht beschadigd. Daar moeten we voor oppassen. Er zijn nog 10 ronden te gaan. En als die, Jezus, als die zijn afgelopen, als de race is afgelopen, dan gaan we ze opmaken voor de laatste wedstrijd in seizoen 1 in Abu Dhabi. Voor ons rijdt George Russell. Dat gat is nu 1,8 seconden. Het lijkt wel of wij grip in deze harde banden hebben gevonden. Russell duikt ook naar binnen. En we gaan ronde nummer 22 alweer in. Lewis Hamilton rijdt nu achter ons op de medium band. En wij moeten ons nu gaan verdedigen van de zesvoudig wereldkampioen. Sorry, van de zevenvoudig wereldkampioen. P22
Perez en Magnussen hebben het met elkaar aan de stok. Dat zie ik links bovenin. En Hamilton kijkt hier naar die buitenkant. Hij zit er wel naast. Maar stuurt niet zo goed in. Dan kan Hamilton hier weer terug aanvallen op dit rechterstuk. Maakt een klein foutje en Hamilton kan profiteren. Heeft ook een volvleugelschade, zie ik. Raken net niet die auto van Lewis. Komen hier dan terug. Iets te enthousiast. Maar wel P14 veroverd. Ik denk dat Lewis Hamilton nog een keer naar binnen moet komen. Voor een nieuwe neus. Zeg ik dat goed? Dat weet ik niet zeker. We gaan het zo meteen zien. Of hij de pitstraat in komt. Ja of nee. Lewis Hamilton duikt naar binnen. Ja, hij gaat weer een pitstop maken voor een nieuwe neus. Ronde nummer 25 inmiddels. We rijden nog steeds rond op P14. Achter ons Romain Grosjean. Voor ons Lance Stroll. Dat gat is gewoon 14,5 seconden. Dat gaan wij niet meer goed rijden. Dus ik denk dat dit hem ook gewoon is. Dat wij op P14 gaan finishen. Oké resultaat. We mogen tevreden zijn, want we kwamen vanaf P22. En om even 8 posities goed weten te maken, goed zien te maken, doe dat maar eens even na. Vind ik toch wel knap. Jammer van die toussaint met Valtteri Bottas. Ik weet nog steeds niet wat hij daar deed. Maar goed, je kan er niks meer aan veranderen. Rood in sector 1 zie ik. Raikkonen is naar de medium band gegaan. Oeh, dat was close met die muur. Dat was heel close met die muur. Maar geen voorvleugel beschadigd, goed om te zien. Ronde nummer 29, nog 2 rondes te gaan in de wedstrijd. En dan zit deze race er alweer op. Dan gaan we ons opmaken voor de seizoensfinale in Abu Dhabi. Wel die muur geraakt. Even terug naar Abu Dhabi. Ik verwacht er ook niet zoveel bijzonders. Ik hoop een puntenfinish, maar je weet het maar nooit. De laatste ronde loopt inmiddels voor de grote prijs van Singapore. Max Verstappen wint weer een wedstrijd. Goed gedaan van onze landgenoot. Volgens mij finisht een Ferrari als tweede, weet ik niet zeker. En wij gaan dit rondje gewoon nog lekker, ja, afmaken. Vuurwerk is al uit, dat hoor ik. En ik heb dit rondje eigenlijk wat langer in beeld gedaan om content natuurlijk, want de videoclip is zelf niet zo lang. De race duurde maar een minuut of 18 ongeveer, dus heb ik gewoon even dit hele rondje gepakt. Waarom? Omdat het kan. Daarom. Ik zie daar al het vuurwerk. We komen bij de tunnel aan, dan nog een paar bochten te gaan. En dan worden wij afgevlagd als P14. Helaas geen puntenfinish, maar ja, dat had ik ook niet verwacht. Het zou wel mooi zijn geweest als we dat hadden gehaald. Nee dus, een rare touché met Valtteri Bottas. We mogen tevreden zijn over deze grote prijs. En gaan ze opmaken voor de seizoensfinale in Abu Dhabi. It's certainly been an incredible year for Formula One, and our drivers have all pushed themselves this season, making it one of the most compelling years of racing in history. There can only be one champion, however, and here they are now, our new Formula One World Drivers' Champion.
they've endured the harsh conditions here in Singapore to pull off a spectacular victory. Talk to me, Ant. What was it that set them apart from the competition today? Well, this was a real team victory. They put together a solid strategy today that appeared well suited to the conditions out on track. The driver did everything that was expected of them in the moment to really execute the team's plan to perfection, a shining example of how F1 really is a team sport. Nou, de podiumpaas ook weer voltooid. Ja, we doen er eigenlijk helemaal niks mee. Maar toch, mooi meegenomen. Munten dus. Ja, gepakt. Mooi. Nou, Max wint de wedstrijd. Wij krijgen driver of the day. Leclerc naar 2, Sainz naar 3. En wij dus naar P14 en de Deletras naar P19. Bottas pakt dus nou het racerondepunt. En Mercedes is wereldkampioen bij de constructeurs. Rieven de tijd breakdown met mezelf en Kimi Raikkonen. Plus 3 voor mij, plus 3 voor Kimi. 31 tegen 23, wij hebben die rivaliteit dus gewonnen. Team McLaren met mezelf en Louis de Leter als level 10, dus mezelf level 8. Louis de Leter als level 13, het team. Mooi, we klimmen weer vooruit. Goed gedaan. Helaas geen cash binnengekregen van de sponsors. Jammer, maar helaas, het is niet anders. 50k toch erbij gekregen. In totaal $6.48 miljoen. Helaas is een upgrade gefaald. Maar ja, daar kunnen wij niks aan doen. Dit was het journaal, mensen. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Hebben jullie genoten? Beloon het dan vooral met een like. Ben je nu op mijn kanaal om meer wekelijkse afleveringen van F1 2020 My Team Career moet zien? Druk dan op de abonneerknop en schakel ook een like belletje op alles aan. Zodat jullie geen enkele video meer van mij missen. Reageer wat het beter kan of moet worden. Volg me ook even op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was het Junan. Tot de volgende keer bij F1 2020 My Team Career Mode. We gaan verder voor de laatste aflevering in seizoen 1. En dat is Abu Dhabi. Tot dan.